Hoi lieve kinderen, welkom bij mijn 19e video. Vandaag ga ik het boek voorlezen Voordat jij er was. Voordat jij er was is geschreven door Daan Remmers de Vries en de illustraties zijn van Philip Hopman. Het is een prachtig boek bekroond met de Gouden Griffel in 2010. De achterkant, die ziet er zo uit. Eerst was er niks. Toen kwamen wolf en konijn. Toen kwam Atje. Toen kwam Eefje. En toen kwam jij. Hoe zag de wereld eruit voordat jij er was? En hoe is alles nu werkelijk begonnen? Daan Remmerts de Vries en Philip Hopman laten in deze verrassende versie van het scheppingsverhaal zien dat niet alles is zoals het lijkt. Voordat jij er was, was er niks. Door dat niks reden wolf en konijn in hun rode sportwagen. Ineens klonk er een bons. Wolf zette snel de wagen aan de kant. Ach, gut, zei konijn. Wat is dat nou? Iets geks, zei wolf. Het heeft niet eens een vacht. Wel zielig, zei konijn. Durf jij het aan te raken? Het zal wel moeten, zei wolf. We brengen het naar de dokter. Het is zo erg niet, zei de dokter. Goddank, zei wolf. Wat is het trouwens? Een mensje, zei de dokter. Een mannetje. Dat kun je zien aan dat haar op zijn gezicht. Ze namen het mannetje mee naar huis. We noemen hem Ongelukje, zei wolf. Ik vind Atje leuker, zei konijn. Ik had een oom die zo heette. Dan zullen we Atje een broek geven, zei wolf. En een jas. Anders loopt hij in zijn blootje. En zo woonde Atje bij konijn en wolf. Hij kreeg op tijd te eten. En zijn kooi werd schoongehouden. Toch leek hij niet tevreden. Hij zat maar voor zich uit te staren en ging haast nooit in zijn loopmolentje. Maar op een avond scharrelde er iets in de achtertuin. We hebben een aanloopmensje, zei konijn. Alweer één, vroeg wolf. Laten we het vangen, zei konijn. Dan hebben we er twee. Misschien wordt Atje dan wat minder sloom.
Ze zetten een bordje met voer neer. En boven dat voer maakten ze een slimme val. Ze gingen de volgende ochtend meteen kijken. En ja hoor, het aanloopmensje was gevangen. Die noemen we Blondje, zei Wolf. Want dit is volgens mij een vrouwtje. Blondje, zei Konijn. Tja, wat dacht je van Eefje? Wat jij wil, zei Wolf. Eefje kreeg een jurk aan en daarna werd ze bij Atje gezet. Al gauw waren ze aan elkaar gewend. Kijk toch, zei Konijn, wat lief, ze spelen. Jawel, zei Wolf, maar ben je niet bang dat er zo meer komen? Voor je het weet hebben ze een nest. Kom, kom, zei Konijn, zo vlug gaat dat niet. Maar Wolf kreeg gelijk. Op een morgen hadden de mensen ineens een kleintje. Jakkes, zei Konijn, wat doen we nu? We moeten ze maar vrij laten, zei Wolf. Vind je? Vroeg Konijn. Straks komen er steeds meer. Ach, kom, zei Wolf. De wereld is toch niet alleen maar van de dieren? Maar toch ook een beetje van de mensen. Niet lang daarna werden Atje en Eefje vrijgelaten met hun kind. Stonden ze. Ze hoopten nog dat Wolf en Konijn zich zouden bedenken, maar dat gebeurde niet. Zo is dat dus gelopen. Eerst was er niks, toen kwamen Wolf en Konijn, toen kwam Atje, toen kwam Eefje en toen kwam jij. Jij maakte alles goed. Je vader en moeder waren nogal droevig dat ze niet meer mochten wonen in die kooi. Maar intussen groeide jij steeds groter. Je liet het er niet bij zitten. Op die eerste dag maakte je een landschap. Op de tweede dag maakte je een auto. Op de derde dag gingen jullie daarmee rijden. Vierde dag zagen jullie nieuwe dieren.
Op de vijfde dag kregen je ouders het door. Waar jullie nu woonden, was het mooi. Veel mooier dan in die kooi. Alles wat je wilde hebben, kon je hier zelf maken. En daar ging jij nog even mee verder, op de zesde dag. Jazeker! Daar stonden wolf en konijn wel van te kijken. Jij was niet verbaasd. Je kon doen waar je zin in had. En je vond dat het best goed was wat je allemaal deed. De zevende dag gingen jullie eten. Alles was toen klaar. En, konijn, vroeg je moeder. En, wolf. En konijn? Vroeg je moeder. En wolf? Die zijn nu hierboven, zei jij. Weet je het zeker? Vroeg je vader. Ik geloof van wel, zei jij. Ik vind, zei toen je moeder, dat wij wel een beetje dom waren. Wij lieten ons opsluiten en daarna, nadat we vrijgelaten waren, ondernamen we niks. Gelukkig, zei jij, was ik net wat slimmer dan jullie. Kom jij eens hier, brutale aap, zei je vader toen. Dat kind gaat nu eens slapen, zei je moeder. Toen ging je twijfelen. Je kon wel geloven dat je alles had gemaakt. Maar misschien leek het alleen maar zo. Want dat jij nu moest gaan slapen, dat had je niet bedacht. Maar erg was het niet. Want op de zevende dag klonk er plotseling gelach op de wereld. En dat lachen, dat had jij uitgevonden. Dat wist je heel erg zeker. En dit is het einde van het prachtige boek. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Dag lieve kinderen!